The most famous reindeer of all. Yes. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny... Oké, goed. Goedemorgen, vlogmasdag 2 vandaag alweer. Even snel. Tom staat op me te wachten. Ik ga namelijk... Zo, het regent hard. Ik ga namelijk met hem mee naar een tattooshop vandaag. Die gaan de tattoo zetten en ik ga lekker toekijken. Adventkalenders nemen we vanmiddag met jullie door. Let's go. Ik weet niet wat ik film, wat ik kan filmen. Dus, don't blame me. Hey Google, slaapkamer uit. Slaapkamer. Ja. Goed, let niet op de mascara. Het zit overal waar het niet moet zitten. Ik ben kapot. Ik heb mij gedood gezweet vandaag. Ik heb rondgehangen vandaag. Trouwens, mijn skylight is binnen. Die heb ik gisteren besteld. En die is nu al binnen. Super blij mee. Dus als alles echt goed donker is, dan geeft dat dus gewoon super mooi licht. Maar ik moet er alleen nog een betere plek voor zien te vinden. Want ik vind dit toch dat je denkt, nou... Ik zou hem eigenlijk zo moeten hebben, want dan zie je hem op het complete plafond. Maar dan moet er iets achter staan. Ik ga eens even puzzelen. De oplossing is gevonden. Hahaha. Joepie. Nee, ik ben echt blij met deze. Hoe heet dat? Skylight. Ik wilde deze al echt vet lang. Eindelijk heb ik hem. Ik ben hier heel blij mee. Als dan alles helemaal uit is. Tenminste, mijn kerstboompje aan en die skylight aan. Ik ben helemaal blij. Ik ga het wel even uitdoen. Want anders ben ik 3/4 van de mensheid aan het verblinden. Oeps. Maar nee, ik ben... Hoe tof is dit? Het is toch cool, jongens. Mijn hele plafond is een skylight. Maar, lang verhaal kort. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik ga jullie even neerleggen, want dan kan ik even rechtop gaan zitten. Ik ben weer thuis. Ik ben vanmorgen met Tom meegegaan richting Bergen-op-Zoom. Want die had dus een afspraak om vandaag een tatoeage te zetten. Ik zal eventjes, als het mag van Tom, ik ga het zo aan hem vragen. Even de foto en beeld laten komen van het tatoeage. Hij is niet af. Hij is niet af. Ze konden hem niet afkrijgen vandaag. 1. Tom was het zat. En 2. Het was gewoon niet te redden binnen de tijd. Want ze moeten natuurlijk 5 uur moeten ze dicht. In verband de nieuwe regels. Maar hoe het er nu uitziet, ziet er super tof uit. Ik heb de hele dag lekker met Tom rondgehangen daar. En ik heb het naar mijn zin gehad. Ik ben lekker bij hem in de buurt geweest. Lekker gekeken hoe ze dat nou eigenlijk allemaal netjes aan het doen was. En het was een super leuke dag. Alleen heb ik dus niks gevlogd vandaag. Ik ga daar niet met een camera in iedereen zijn snuffer douwen. Plus... Ik wil dat Tom ook nog niet aandoen. En ik wil dat mezelf ook niet aandoen. Want ik ben niks verplicht om op het internet te delen. Dus ik wil dat ook allemaal nog eventjes lekker voor mezelf houden. Maar het was gezellig. Ik heb net gegeten. Tom is nu naar huis. Ik ga de vlog editen die vandaag online moest. Ongeveer een half uur geleden. Die moet ik nu nog dus nu bewerken. Oeps. Maar... Ik ga jullie zo meteen gewoon even lekker bijkletsen en nog een beetje rondhangen, een beetje dingen doen hier. Ik vind dit toch zo leuk. Ik vind dit toch zo leuk. Maar morgen is het leuk. Morgen is het namelijk 3 december. Wat voor mij betekent dat ik... Zo, ik kom er gewoon zo blackout. Dat ik dus morgen Zwarte Piet ga spelen op mijn oude basisschool. Wat ik dus al een paar keer heb gedaan. Voor de school. We mogen weer, gelukkig. Weliswaar onder coronaregels. Dus dat. Verder ga ik denk ik morgen uiteraard filmen. Als we klaar zijn gemaakt zijn. En al hoe we klaar hebben gemaakt te worden. Enzovoort enzovoort. En ga ik uiteindelijk... niks filmen als we daar rondgaan, want het is natuurlijk zo dat privacy,
Dat soort dingen. Ik weet ook niet wat Tom wil. Of hij in beeld wil of niet. Ik denk het wel. Want hij zal wel zelf. Oh, we gaan een foto maken, hè? Ja, natuurlijk. Want Tom gaat mij morgen helpen. Ik zou namelijk eerst met nog een paar mensen en met Ashley Zwarte Piet gaan doen. Ik heb een beetje mot met Ash. Tenminste, ik snap niet wat er aan de hand is. Het boeit me ook allemaal niet. Ik ben er echt een beetje goed klaar mee. Dat geoude hoer elke keer. Maar de mensen die dus mee zouden doen, die vallen af in verband gezondheidsredenen in verband corona. Ashley wil ook niet meer meedoen, want die vindt het te veel risico op de basisschool. Moet zij weten, ik vind het fucking kinderachtig, want we hadden het afgesproken. En wie gaat niet een week van tevoren nog afzeggen, maar goed, maakt niet uit, hè? Lekker belangrijk. Dus ik dacht, ik ga Chantal vragen. Die kon niet. Uiteraard is logisch, die zit met een kind, die zit met school, enzovoort, enzovoort. Dus, dacht ik, er blijft nog één iemand over. Tom. Ik heb afgelopen week Tom gebeld en gezegd van, yo, wat doe jij vrijdag? Zo en zo en zo. Ik zit met één arm, dus überhaupt, ik kan geen zakken dragen. Tenminste, met één hand dan. Dus, ja. Ik heb Tom gevraagd en die zei, tuurlijk ga ik jou helpen. Dus, die komt morgenochtend mij ophalen. Dan gaan we naar mijn school. Gaan we een bakje doen, alles bespreken, hoe of wat, hoe het loopt. En, dan gaan we ons klaarmaken. En dan is het daarna tijd om te gaan knallen. Als Zwarte Pietjes weer. Ik heb er super veel zin in. Ik ga zo meteen wel nog heel even mijn ja. Zo jongens, ik heb blackouts deze avond. Niet normaal. Mijn adventkalender even met jullie doornemen. Er zit namelijk een koffiecupje in wat ik nog niet op heb. Nou ga ik die ook niet meer drinken. Dus die doe ik morgen nou wel drinken. En misschien dat Tom een bakje wil. Dan neem ik die van morgen of zo. Even kijken hoe of wat. Dus dat eigenlijk. En dan de adventkalender van Essence. Die zat nog een bello in vandaag. Of iets met lipstick. Iets voor je lippen in ieder geval. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga eventjes de vlog editen. Ik ga hier veel uit moeten knippen. Mijn pa is lekker losgegaan gisterochtend. Met wat woordjes die ik er niet echt in kan laten. En ja, dat. Ik ga heel even aan de slag. Het is geen lange vlog, zie ik. Oh, nou. Als ik niet te veel moet knippen, is hij toch nog 15 minuten lang. Trouwens, laat even weten als jullie de vlog van afgelopen dag hebben gezien. En laat even weten wat jullie van de intro vinden. Want ik ben heel erg benieuwd. En de eerste vlog is een feit. Hij is afgeëdit. Meer dan ik had verwacht. Maar hij is geëdit. Hij zit nu in de render. Ik ga wachten tot hij klaar is. Gooi ik hem online. Stel ik de dingen eventjes af. En dan is het zover. Ik heb in ieder geval zin om de eerste vlog online te gooien. En uiteraard zometeen eventjes te gaan genieten van het editen van deze tweede vlog. Al is hier echt geen moer in gebeurd. Sorry, maar wat ik al net zei, ik kom kwalijk de hele dag met een camera in mijn hand staan waarvan niemand weet dat ik dit überhaupt doe. Tenminste, Tom weet het wel. Maar die zit er ook niet op te wachten om een camera snuffer te krijgen. En ik zit er al helemaal niet op te wachten om die camera überhaupt in zijn snuffer te douwen. Dus, take it or leave it. Maar in ieder geval, ik heb hoofdpijn. Ik ga even wat innemen. Ik denk dat ik gelijk alles ga innemen. En dan denk ik dat ik ook gewoon lekker vroeg ga slapen. Want ik ben wel moe. Dus dat. Ik denk dat ik zo even ga douchen. En lekker ga omkleden. Lekker het bedje in ga. Misschien nog even een serietje gaan kijken. Een filmpje kijken. Ik weet het nog niet. Het is 8 uur. Over 1 minuut. Het is bijna 8 uur. Dus dat niet op de achtergrond. Die ga je waarschijnlijk vaker zien. Maar ik ga douchen en bed in. Ik ben moe. Ik ben kapot van het kijken naar Tom de hele dag. Hoe zijn tatoeage erop werd geplakt. Maar nee, dat is heel vet. Als ik toestemming krijg van Tom, ik heb nog niks gehoord, dan zal ik morgen eventjes de foto's de tussenplakken, dat heb je ze uiteraard al gezien. Maar daar zien jullie ook even wat meer.
wat er nu is gebeurd, wat erop staat en wat er nog bij moet. Hij moet afgemaakt worden. Maar het was een behoorlijke klus. Het is echt heel mooi gedaan. Er is echt tijd en heel veel energie in gaan zitten. Maar het is echt super tof. Dus dat. Ik ga me omkleden en de edit even zijn ding laten doen. Gooi ik hem zo meteen online als ik klaar ben met douchen. En ja, dat eigenlijk. Morgen naar school. Ik heb er zin in. Ik heb er heel veel zin om er überhaupt wel even langs te gaan. Laat staan om daar uiteindelijk weer rond te lopen als Piet. Is leuk, is lang geleden. Dus het is wel tof om dat weer op te pakken. By the way, Paps is er ook weer bij deze vlogmas. Wat ik gisteren al in een vlog vertelde. We hebben allebei een koffie adventkalender. En hij heeft die van hem vanmorgen op. Ik heb mijn dus nog niet. Had ik geen tijd meer voor. Maar hoe gaat het met Paps deze vlogmas? Hetzelfde als het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Oh, goed. Same shit, different day. Different year. Ook dat. Dat dus. Oh, er is dan 6 sterren hemel op de gang. Ik ga onder de douche. Goed, ik ben inmiddels lekker omgekleed en wel. Ik moest jullie wat vertellen. Het is een beetje feest hier. Het zit namelijk zo, dat ik net mijn YouTube account open en ik kom dus hier achter. Ik heb de 200 abonnees aangetikt voor het einde van het jaar. Mijn goal voor dit jaar. Dat dus betekent dat er morgen sowieso gebakgehaald gaat worden. Dit moet ik vieren. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik ga morgen denk ik even slagroomtaartje bij de bakker halen ofzo. Maar ach. De 200 abonnees. Dat was een goal voor dit jaar. En we zijn december nog niet eens begonnen. Nou, net. En het is me gelukt. Super tof. Ik ben er heel blij mee. Ik ben een beetje moe. Daarom reageer ik niet heel erg enthousiast. Maar ik ben heel erg tevreden met de 200 kijkers. Iedereen die ondertussen de afgelopen jaren al kijkt. Super tof dat jullie nog steeds kijken. Voor de nieuwe mensen. Super lief dat jullie me gevolgd hebben. Super leuk dat jullie kijken. Oh, ik ben zo blij. Zo leuk. Heel tof. Ik ga het hier morgen nog uitgebreid over hebben. Ik ga de vlog afsluiten. En ik ga slapen. Het is tijd. Het is niet tijd. Het is 9:30. Mooie tijd. Ik ben echt moe. Dus ik zie jullie morgen.